De man met de poppenkast. Op de stoomboot van Denemarken naar Zweden heb ik eens een oude man ontmoet. Die man zag er zo blij uit en hij was zo tevreden dat ik dacht dat hij wel de gelukkigste man op de wereld moest zijn. Toen ik hem op het dek tegenkwam en hem vroeg hoe hij het maakte, antwoordde hij: "Dank u, uitstekend. Ik maak het altijd goed omdat ik gelukkig ben." Die oude man was geboren in Denemarken, dus een landgenoot van mij en directeur van een reizend theater. Hij trok altijd rond met zijn hele gezelschap. Het gezelschap reisde in een grote kist, want het was een poppentheater. Toen ik aan de oude man vroeg hoe het kwam dat hij zo gelukkig was, zei hij dat te danken had aan een ingenieur. Door hem was hij een volkomen gelukkig man geworden. Ik begreep natuurlijk niet hoe hij dat bedoelde en daarom vroeg ik hem of hij me dat wilde uitleggen. "Gaat u zitten," zei de oude man toen, "en luister, ik zal u de hele geschiedenis vertellen. Het gebeurde in Slagelse. Ik gaf een voorstelling in de herberg naast het postkantoor. Het was een heel goede herberg en een geweldig publiek. De voorstelling was al een tijdje aan de gang toen er een heer binnenkwam die helemaal in het zwart gekleed was. Hij ging tussen het publiek zitten. Ik zag dat hij steeds op de juiste ogenblikken lachte en klapte. Kennelijk begreep hij mijn grappen en daarom maakte hij mij nieuwsgierig. Ik wilde weten wie hij was. Ik vroeg het aan de herbergier. Die vertelde me dat de man een ingenieur was van de Technische Hogeschool. Hij was uitgezonden om lezingen te houden voor de mensen in de provincie. En die avond zou hij in de herberg praten. Om 8:00 was mijn voorstelling afgelopen. Het was al de hoogste tijd voor de kinderen, want kinderen moeten om 8:00 eigenlijk al lang in hun bed liggen. Om 9:00 begon de voordracht van de ingenieur. Er waren veel mensen uit het dorp gekomen en ook ik was onder zijn publiek. Ik moest veel moeite doen om alles te kunnen begrijpen. Want het meeste ging me toch boven mijn pet, om het zo maar eens te zeggen. Maar ik weet nog heel goed dat ik dacht: wanneer wij mensen zoveel dingen kunnen uitvinden, is er dan niemand die een medicijn kan maken waardoor we langer kunnen leven? De ingenieur praatte zo gemakkelijk over nieuwe proeven en uitvindingen dat het wel leek alsof het geen enkele moeite had gekost om al die dingen te bedenken. Ik weet zeker dat als hij heel vroeger had geleefd, hij als een zeer wijze man met eerbied behandeld zou zijn. En in de middeleeuwen zouden ze hem als een tovenaar hebben verbrand. Ik deed die nacht geen oog dicht. En toen ik de volgende avond weer een voorstelling gaf en zag dat de ingenieur ook tussen mijn publiek zat, werd ik pas echt blij. Weet u, ik heb wel eens een verhaal gehoord over een toneelspeler die een jonge minnaar moest spelen. Zijn geliefde zat in de zaal. Hij dacht alleen maar aan haar. Het publiek in de zaal was hij helemaal vergeten. Hij speelde het stuk alleen voor haar. Zo ging het precies met mij die avond. Ik speelde alleen voor de ingenieur die daar zat. Toen de voorstelling was afgelopen en de poppen nog eens voor een extra buiging terugkwamen, nodigde de ingenieur me uit om een glas wijn met hem te drinken. Hij vroeg me van alles over mijn poppentheater en ik hem over zijn lezing. Ik geloof dat we allebei evenveel van elkaars voorstelling hadden genoten. Toch raakten we niet uitgepraat over zijn voordracht. Waar ik bijvoorbeeld niets van begreep was dat als men een staafje ijzer door een spiraal laat vallen, dat ijzer magnetisch wordt. Ik moest lachen en zei dat zo'n staafje dan zeker eerst betoverd was. De ingenieur moest toen weer om mij lachen. "Toch is het waar," zei hij. "En zo gek is dat niet eens. Is de hele wereld eigenlijk niet één hele reeks van wonderen? We zijn er alleen zo aan gewend dat het ons niet eens meer opvalt." En zo praatte hij rustig door. Hij legde me allerlei dingen uit en wel zo dat ik ze kon begrijpen. Wat bewonderde ik die man. Toen was het
alsof ik het ineens allemaal begreep. Ik moet eerlijk bekennen dat als ik niet zo oud was geweest, ik me onmiddellijk op de Technische Hogeschool had laten inschrijven. En ik weet zeker dat ik dan over alle onderwerpen het naadje van de kous had willen weten. Toch was ik toen ook best gelukkig. En dat zei ik hem ook. Gelukkig, zei de ingenieur toen. Hij had het op zo'n manier gezegd dat het net was alsof hij dat woord voor altijd wilde vasthouden. Bent u gelukkig? Vroeg hij toen aan mij. Oh ja, antwoordde ik, ik ben gelukkig. In alle dorpen en steden waar ik met mijn poppen kom, word ik vriendelijk ontvangen. Toch heb ik eerlijk gezegd nog één wens. Die komt zo af en toe bij me op. Maar wel op zo'n manier dat ik er altijd mijn goede humeur door verlies. U wilt zeker weten wat die wens is. Dat is om nog eens directeur te worden van een levend gezelschap. Een toneelgezelschap met echte mensen. Wilt u daarmee zeggen dat u zou willen dat uw poppen leefden? U bedoelt toch dat zij dan de toneelspelers zouden zijn en u de directeur, zei de ingenieur. En pas dan zou u volkomen gelukkig zijn, zegt u. Hij geloofde me niet, zei hij. En ik zei toen dat het toch zo was. En zo praten we heen en weer en ieder bleef op zijn stuk staan. Maar tussendoor lachten we en dronken we, want de wijn was uitstekend. Toch moet er iets met die wijn geweest zijn. Want ik weet nog goed dat ik me een beetje licht in mijn hoofd voelde worden. Maar het was ook weer niet zo dat ik niet meer hoorde wat de ingenieur allemaal zei. Iedere keer als ik naar zijn gezicht keek, was het alsof de zon de kamer binnenscheen. Zo stralend keek hij. Ik zou er een eed op hebben durven doen dat hij meer kon dan een ander. En opeens zag ik het allemaal heel duidelijk voor me. Mijn liefste wens zou in vervulling gaan. Mijn poppen zouden levende mensen worden. En ik directeur van een echt levend theatergezelschap. We dronken nog een glas om het te vieren. Toen verzamelde hij al mijn poppen, stopte die in de houten kist en bond de kist op mijn rug. Hij pakte me op en liet me vallen door een reuzenspiraal. Ik hoor me nog met een plof op de grond vallen. Ik keek om me heen en wat zag ik? Alle poppen sprongen uit de kist. Ze waren betoverd, want het waren geen poppen meer, maar geweldige toneelspelers. Dat zeiden ze tenminste van zichzelf. En ik was hun directeur. Alles was gereed voor de eerste voorstelling die we zouden geven. Het hele theatergezelschap vroeg me te spreken, terwijl het publiek luidruchtig voor de deur stond te dringen. Als eerste ontving ik de danseres. Ze zei tegen me dat als ze niet op één been mocht staan, ze de hele voorstelling zou laten mislukken. Ze was de grote ster, zei ze, en daarom had ze het voor het zeggen. Verbaasd keek ik haar aan. De pop die voor keizerin speelde, kwam als tweede binnen. Ze zei dat ze ook als keizerin behandeld wilde worden als de voorstelling was afgelopen. Gebeurde dat niet, dan zou het heel goed mogelijk zijn dat ze tijdens de voorstelling iets geks zou zeggen. De speler die tijdens de voorstelling alleen een brief moest afgeven, deed zo gewichtig dat ik hem bijna met u begon aan te spreken. Want, zei hij, de kleine rollen zijn even belangrijk als de grote rollen. Als er geen kleine rollen bestonden, zouden er ook geen grote rollen kunnen zijn. Mijn verbazing werd steeds groter, dat is wel te begrijpen. Toen verlangde de held van het toneelstuk van me dat zijn rol voortaan alleen maar zou bestaan uit heldhaftig klinkende zinnen, want daarvoor klapte het publiek het hardst. Een andere danseres wilde alleen nog maar bij rood licht spelen, want daar kwam ze het beste in uit en we hadden alleen maar blauw licht in ons theater. Ik vond hen allemaal net een zwerm wespen waar ik middenin zat. Ach, en daar was ik de directeur van. Ik was te verbaasd om een woord te kunnen zeggen. Ik was mijn hoofd kwijt en ik voelde me zo ellendig als een mens zich maar kan voelen. Wat had ik me in hemelsnaam op mijn hals gehaald? Wat was ik begonnen?
Oh, ik wilde alleen nog maar dat ze allemaal weer in de kist zouden zitten met het deksel goed op slot. En dat ik nooit directeur was geworden. Ik zei hun toen recht in hun gezicht dat ze eigenlijk toch maar gewone poppen waren. En toen werden ze vreselijk kwaad en ze sloegen me dood. Ineens lag ik weer op mijn bed in mijn kamer in de herberg. Hoe was ik daar terechtgekomen? Dat weet alleen de ingenieur. Ik kan het tenminste niet vertellen. Mijn poppenkast, waar is mijn poppenkast? Was het eerste waar ik aan dacht. Ik ging rechtop in mijn bed zitten. De maan scheen naar binnen en verlichtte de vloer. En daar, op de grond, lag de poppenkast, ondersteboven. Alle poppen lagen er kriskras omheen verspreid. Ik vloog uit mijn bed. Binnen een ogenblik stond ik bij mijn poppenkast. Ik raapte de poppen op en deed ze allemaal heel voorzichtig in de kist. Ik deed het deksel dicht en ging er bovenop zitten. Kunt u zich indenken hoe ik me toen voelde? Nu zitten jullie erin, zei ik. Nooit, nooit meer zal ik wensen dat jullie nog eens levende spelers worden. En toen moest ik lachen. Ik lachte zo dat ik bijna niet meer kon ophouden. Wat was ik vrolijk. Ik voelde me de gelukkigste man op de wereld. En daar had de ingenieur voor gezorgd. Ik bleef nog een tijdje op de kist zitten. Ik moet eruit gezien hebben als een kind dat zijn liefste wens in vervulling heeft zien gaan. Ik viel in slaap boven op de kist. Pas later volgende dag werd ik wakker. Even gelukkig als ik in slaap was gevallen. Ik kleedde me vlug aan en liep naar beneden. Ik vroeg aan de herbergier waar de ingenieur was. Maar die was vertrokken, zei hij. Van die dag af ben ik de gelukkigste mens op aarde. Een gelukkig mens en een gelukkige directeur. Mijn spelers hebben geen praatjes en het publiek amuseert zich kostelijk. En ik schrijf al mijn toneelstukken zelf. Uit die toneelstukken kies ik dan zelf de beste. En er is niemand die zich daaraan stoort. Ik zet toneelstukken op mijn programma waar de grote theaters hun neus voor ophalen, maar waar het kleine publiek en ik zelf van genieten. Ik houd vooral van toneelstukken waar men tranen met tuiten omhuilt. Ik voer ze nog steeds op voor de kleintjes. En die kleintjes huilen er net zo hard om als hun vaders en moeders vroeger hebben gedaan. Ik zorg er alleen wel voor dat ze niet te lang zijn, want kinderen houden niet van lange verhalen. Er mogen wel droevige stukjes in voorkomen, maar die mogen ook weer niet te lang duren. Ik heb heel Denemarken doorgereisd, van het noorden naar het zuiden. Ik ken alle kinderen en de kinderen kennen mij. Nu ben ik op weg naar Zweden en ook daar zal ik weer veel kinderen blij kunnen maken. Misschien blijf ik daar wel wonen, want het zal een hele tijd duren voordat ik dat grote land heb doorgereisd. En dan ga ik weer terug naar de kinderen in Denemarken met een nieuwe voorstelling, want ik zal mijn land erg missen. Ik heb u dit verhaal verteld omdat ik, net als u, ook uit Denemarken kom. En omdat ik zoveel van vertellen houd.